Hoi allemaal, super leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal. Dit is vandaag de avondroutine van mij van 2017. Het is een hele korte video, omdat ik ook aan jullie wil kunnen laten zien dat een avondroutine echt niet zo lang hoeft te duren dan dat iedereen denkt. Het is maar hoe lang je het zelf maakt. Maar ik ga jullie laten zien dat het ook gewoon kort kan. En dit is stap 1. Even fancy hair flip. Altijd goed. En stap 1 is dat ik mijn haar gewoon vastmaak. Logisch, je wil gewoon geen crème in je haar. Je wil niet je haar meenemen. Nu stond er een stom lied op, dus die moest ik even switchen. En nu een leuk lied. Maar je wil gewoon niks in je haar hebben. En je wil gewoon overal bij kunnen, want je moet je gezicht s'avonds gewoon goed reinigen. Dan stap 2. Stap 2 is gewoon net zo belangrijk. Ook al heb ik eigenlijk in principe alleen maar een beetje mascara op. Ook dat moet eraf met deze eye makeup remover. Pads en deze van het Kruidvat. No spon, maar kruidvatproducten zijn echt heel fijn. En dan stap 3. Jeetje, wat heb ik dit snel geëdit. Maakt niet uit, ik kan het bijhouden. Gezichtsreinigingspads, ook van het Kruidvat, werken echt fantastisch. Dus ja, die moeten jullie allemaal gaan gebruiken. Want ik zweer het, dit zorgt zo goed dat mijn puistjes gewoon weggingen. En dat ging gewoon allemaal super snel. Dus dat was allemaal heel erg fijn. Stap 4 was dat ik de piet ging laten droppen. Yeah. Nee, maar nu ging ik crème aanbrengen. En dit is ook crème van het Kruidvat. Ik heb gewoon alles in één gekocht. En dat blijf ik ook gewoon doen, omdat mijn huid hier nu gewend aan is. En ja, als het gewend eraan is, ja, dan is het prima. En als het gewoon goed werkt, ja, waarom zou ik iets anders gaan gebruiken of iets heel duurs? Dus dit is ook lekker budgetproof voor jullie allemaal. En ja, hier stond ik lekker met mijn broertje te praten en een beetje te dansen op de muziek die ik had opgezet. Want ik kan echt niet mijn make-up eraf halen als er geen muziek op staat. Dus ja, dan gaan we door naar de laatste stap. En dat is mijn tanden poetsen. En dan ben ik in 3, 2, 1 klaar. Ha, done. Zie je? Het hoeft helemaal niet zo lang te duren. Of course. En ja, dit was eigenlijk mijn avondroutine. Het was echt heel erg snel trouwens. Maar gemiddeld doe ik er 10 minuutjes over. En nu knip ik er natuurlijk uit, omdat ik niet wil dat jullie 10 minuten naar me hoeven te kijken. Naar iemand hoeven te kijken die even 10 minuutjes lang zijn gezicht gaat poetsen met een gezichtsreinigingspad. En dat willen we allemaal niet. Zo, like deze video als je het leuk vond. Abonneer even op mijn kanaal. En dan zie ik jullie gauw weer. Bye bye!